Als we aan theater denken, denken we aan gezellig een avondje uit, maar dan binnen. Vanavond de première, Ballingschap in de Peel. Buiten. Welke gek verzint nou zoiets? We gaan de persoon zoeken die dit verhaal gemaakt heeft. Wanneer is het precies pauze? Is onduidelijk. Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon doen. Wie gaat dat... Ik denk dat wij van Evert had ik gedacht. Ja. Evert? Ja, Evert gaat de landen zetten. Na twee keer buigen, licht dimmen, dat is de cue voor verlaten spelers, voor het verlaten van het podium door de spelers. Daarna verlichting terug naar stand 5. Dus ja. Dan brengen we weer terug. En de vraag is, het stuk is afgelopen, zou je dan ook hier ook weer hetzelfde terugpakken als in de pauze? Ja. Dit mag toch ook even, hè? Ja, maar dit kan allemaal los. Dit hoeft niet langer. Dankjewel. Daar ben ik al bang voor. Toch zien we. Kou. Kou is dat, hè? Maar wel groeten daar. Dames, hoe zitten jullie met de griem? Zitten jullie op schema? Ja. Piet, ik heb ook dadelijk wel geheerd erbij, even bij de overleg. Een paar pepwoorden en dan zijn jullie helemaal vrij. Inkorten bij die twee tussenliggende groepen. 7:45, eerste groep. Als je tekst hebt, zoals de Vorster, zoals jij, in het midden, strak tegen die pilaar aan. En ik vond het heel mooi van Lambert, de oplossing. Die liep gewoon een keer voor jou langs. Ja, wie doet dat even met hun? Met Franca. Oké. Okay. We pakken elkaar bij de handen. Ik wil even de rust hebben. Denken jullie misschien, hè? Is dat nodig? Vind ik wel, even. Lieve mensen, wat hebben we toch, potverdorie, veel werk moeten verzetten. Ik vraag inzet, power, vaart, elkaar sterk maken. Hebben we er allemaal zin in? Ja! Hoe is het? Prima. Heel goed. Jo. Alles onder controle? Helemaal. Kom. Ja, het was nog mooier geweest als het donker was geweest. Ja. Dus, de bedoeling is dat nou dus daar zijn groep gaat starten, hè? Ja, die tweede groep die werd overgezet. En dan worden ze meegenomen het verleden in, rond 1648. We sluiten gewoon dadelijk even aan bij die mensen. Buiten, waarom in hemelsnaam buiten? Een hele goede vraag, Nobbert. Nou, deze locatie die heeft zoveel meerwaarde. Ik proef hier het verleden en... Nou, in feite heb ik al sinds 2002, 2003 een bepaalde droom om hier rondom dit historisch gegeven iets te doen. We doen hier dadelijk verschillende locaties aan met ons stuk. En de ene locatie is nog prachtiger en nog sfeervoller dan de andere. Het kan nergens anders gebeuren dan hier, op deze locatie. En dat proeven de mensen, dat proeft het publiek. Hoeveel mensen doen er deelnemen aan het stuk? Nou, ja, ik denk dat het ondertussen zo'n 60 mensen zijn. Ik heb ze niet geteld. We zijn begonnen met 35 mensen, 35 rollen. De kinderrollen zijn dubbel gecast, dus er komen 16 kinderen bij. En sinds kort hebben we ook nog een 8-tal monniken geronseld. Die komen uit het mannenkoor van Vivace. Dus dat betekent dat je toch gauw op 60 man zit. Ben je gestrest? Relaxed. Komt allemaal goed. Ik heb het volste vertrouwen in dit soort zaken. Wat ben je nou aan het doen? Een paar notities maken die beter kunnen. Ja. Hey, wat? Ja, dat die Haagse uitzuigers in hun eigen streek zo gek doen als ze willen, hè? Hey, maar een soort spier, jongen, ze moeten dat door van binnen. Hey, ja, mooi. Ja, hey, ja, hoi. Ja, hij doen dat zo. Ik zie dat je al heel veel aantekeningen maakt. Is dat een slecht teken? Nou, minder. Ik bewaak. Ik wil die voorstelling bewaken. Dat betekent dus dat ik morgen weer terug kan komen met aandachtspunten.
hou ik de mensen scherp. Want dat is het grootste gevaar, als je vaak veel voorstellingen hebt, dat ze dan dat er wat gezapigheid optreedt. Dus ik probeer ze lekker scherp te houden. Kunnen je zorgen dat nou even de kachels weer volop verbranden? In de herberg? Ja. Met die bouwscène. Welke mensen trekken aan die kar? Wie waren dat? Piet van tevoren en? Lili. Piet, Lili. Achter op de kar gaan staan voor het evenwicht. Ik kon zelf niet duwen. Voor de oortje uit. Oké. Ik ga ze even schoppen. Ja? Oké, dan ga ik even kijken hoe ver het er is. Want die kar, ik heb hem. Dus we kunnen beginnen. Ja. En chef ging niet naar huis. Mijn chef ging niet naar huis, want chef wilde liever op de boemalala, de boemalala, de boemalala. Chef wilde liever op de boemalala, de boemalala. Chef! Luisteren we naar het lied van de troubadour. Ik zwaar. En de deuren van de herberg gaan nog alle dagen open. Verrassend. Okay. Elke week komen er nieuwe gezichten bij. Dat stijgt mij in mijn missie om Gods woord te blijven verkondigen. Hoe gaat het? Jawel, aardig. Jawel, best redelijk, maar... Ik mis de echte scherpte, af en toe. Maar ik denk niet dat het publiek dat in de gaten heeft. Want het is telkens zo verrassend. Nou, ook al deze locatie, denk ik, met hem ook iets scherper gespot bij. Komt u vooral verder, dames en heren. Even kijken, dat doe ik even zo. Oké, okay. Hallo, Piet. Ja, goed hè? Prima. Ja, hè? Dank je. Goed zo, keurig werk. Jasje. Gefeliciteerd. Jij ook, Jasje. Ja. Lotte. Proficiat, hè? Proficiat. Weet ik, proficiat, hè? Bedankt, hè. Goed werk. Ja, is goed, hè? Prima. Jawel. Dat is onder meer. Het gaat prima. Ben je nou ontladen? Nou, ik heb heel weinig spanning dan tijdens het stuk, maar ik ben wel gefocust op datgene wat ik zie. Dat analyseer ik en moet ik meteen vastleggen. Kijk, nou eens even die werkdruk weg. Want het is even goed toch gewoon geconcentreerd blijven tijdens het stuk. Je blijft kritisch, hè? Modder wel. Want dit is een stuk met hele toeters en bellen. Heel timing is belangrijk, scherpte is belangrijk. En als er dadelijk inderdaad verslapping optreedt, werd het inderdaad natuurlijk een minder sterk stuk. Theater. Gezellig, binnen, stoelen, waar we mee begonnen. Maar vanavond, je hebt zelf de sfeer geproefd, fantastisch. Kou, donker en dan zo'n scènes op locatie. Ik vind het een mooie afsluiter. Tunneske, doe me maar een wijntje.